Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. De vorige keer in Jul en Julia en het torenspook. Oh, help! Oh, Jul! Vertrek uit het pretpark en maak de boven, de baas van de toren. Waar is jouw pet? Dat weet ik niet, baas. Je toch niet laten slingeren, hè? No. Maar dit is de pet van een van die boeven. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Bij Jul de Muis, hij is je vriendje. En Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jul en Julia. We zullen die boeven laten griezelen, zodat ze nooit meer hier op het park durven te komen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Mm. Ik wel. Ik ook. En u, meneer Kaasschaap? Ik ook. Kom op, dan gaan we naar het spookhuis. Ja. Dit is een goede verstopplaats. Ja. Oké. Zodra die muizen het spookslot binnenkomen, verstoppen wij ons hier. En als ze in de buurt komen, dan springen wij tevoorschijn. En dan nemen we ze te grazen. Ja. Begrepen? Ja. Begrepen, baas. Jul, doe voorzichtig. Ja. Jullie ook. Ja. Hoorde jij dat? Hoorde ik wat? Zouden zij dat zijn? Zouden zij dat wat zijn? Dat irritante viertal natuurlijk. Ja, geen idee, baas. Nou, genoeg gekletst. Oké, verstoppen. En niet vergeten. Zodra ze er aankomen, springen wij tevoorschijn en grijpen we ze. Ik krijg toch altijd een beetje kippenvel als ik tussen die griezels loop. Nou, ik niet hoor. Ik ben helemaal nergens bang voor. Ik hoop dat we die boeven snel zullen vinden. Zijn Julia. Zie je al iets? Sst. Nee, nog niets. Maar we moeten heel stil zijn, want straks horen ze ons. Misschien dat we beter naar de uit... Meneer Kaasschaaf, we moeten de boeven vinden, anders... Nee. Hey. Nou, dat lijkt wel zo'n dingetje. Zo is het. Nu snap ik het. Met dit apparaat kan je jezelf laten klinken als een spook. En deze hebben de boeven vastgebruikt om ons bang te maken. Laat mij eens even. Wat was dat? Dit lijkt wel een spook, baas. Ach, natuurlijk niet. Spooken bestaan toch helemaal niet, oliebol? No. Ze komen. Oké, we grijpen ze. Eén. Nee. Twee. Twee. Zijn jullie Julia? Ze hebben de boeven gevonden! Wow! Jul en Julia hebben de boeven gevangen!
van het spook van de Julianatoren. En de boeven natuurlijk. Goed gedaan, Jul. Maar ik had het nooit gekund zonder de hulp van mijn beste vriendinnetje. Oh, ik ben zo trots op jullie. Doe nou. Mevrouw Suikerspin. Nu we klaar zijn met giezelen. Ik bedoel het spook en zo. Ik was trouwens helemaal niet bang, maar dat is reden. Leek het mij misschien wel een leuk idee als u met mij een suikerspin zou willen gaan eten. En dan eentje zonder echte spinnen natuurlijk. Kaasschaaf. Oh, natuurlijk meneer Kaasschaaf. Vlak bij de toren ligt een enge plek, verscholen achter dikke muren. Het is er spannend, echt te gek, daar beleef je enge avonturen. Zwarte katten, geestige geluiden, nee het is hier niet pluis. Heksen en spoken, die toverdrankjes koken. Wow, wow, ja, ik wil weer naar huis. Wow, wow, in het spookhuis. Griezelen en gillen om al die enge dingen. Wow, wow, in het spookhuis. Vol met vieze spinnen, kom maar snel naar binnen in het wow. Kaasschaaf en die twee muizen zijn nog niet van ons af. Ik wil naar mami. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren.